beginnen met eerst deze foto. Wat zien we hier? Tjieltje? Er is brand. En waar is er brand? Zullen we eens gaan lezen en kijken of wij door te lezen erachter kunnen komen waar die brand is? Doe je boekje allemaal maar eens open op bladzijde 2. Ik ga hem eerst voorlezen. Jullie een leesvinger erbij. Komt-ie. Maar wat als je Niek niet kent? Je loopt naar de tv en drukt op de knop. Hoe kun je dus van die brand horen, van dat nieuws? Hoe zou je erachter kunnen komen, Pip? Door de televisie. Ja, heel goed. Door de televisie. Wat ik heel leuk vind aan het interactief lezen is dat je gezamenlijk start met de hele klas, ongeacht welk leesniveau de kinderen hebben. En dat je daarna uiteengaat in verschillende groepen, maar dat alle kinderen uiteindelijk andere informatie verkrijgen uit het verhaal, waardoor je aan het einde toch weer tot één gezamenlijke oplossing of verhaal komt. Gaan we nu in een koortje lezen, oké? Beginnen we hier bij dit stukje. Je leest dat er brand was. Je weet wat Wout zijn best doet. Hoe weet jij het dan? Ik heb een vraag. Dit zijn de klasgenootjes van Alara. En dit is oom Luc. Ik ben heel benieuwd als we zo meteen gaan lezen. Hoe kwamen die klasgenootjes van Alara achter het nieuws van de brand? En hoe wist oom Luc van de brand? Als je verder gaat naar de volgende bladzijde, heb jij of dit in je boekje staan, of je hebt dit in je boekje staan. Hoe komen dan straks die klasgenootjes erachter? En als je dit gaat lezen, ben ik benieuwd, hoe komt oom Luc erachter? Je wilt niet dat kinderen die het lezen moeilijker vinden achterover gaan leunen. Je wilt die ook juist betrokken houden. En doordat zij andere informatie krijgen dan de sterkere lezers, zijn alle kinderen betrokken om het verhaal te lezen en zetten zich ook echt in om daadwerkelijk te lezen wat voor informatie er in het verhaal staat. Zodat je uiteindelijk samen het hele verhaal compleet hebt. Lust je er ook een koekje bij? Ik pak de koekdoos wel. Hoor ik daar de deurbel? Dat zal mijn buurman zijn. De deurbel gaat echt niet, oom Lou. Ik hoor echt niets. Door de televisie, hè? Dus zij wisten het door te fluisteren. En oom Luc, die wist het van de televisie. Jullie hebben dus eigenlijk samen één verhaal gelezen. We moeten allebei iets anders lezen. We hebben samen één oplossing gevonden. Oom Luc en de andere was van de klasgenootjes. Eerst vond ik de letters zo moeilijk, maar nu niet meer.